Sinterklaasjournaal met Arthur de Koning. Hey allemaal, leuk dat jullie er weer zijn voor de laatste aflevering van dit seizoen. Volgens mij zaten er al wat kinderen eerder klaar voor de televisie of de computer. Kan ik me best voorstellen. Hij is echt super spannend. Gisteren vertelde Superpiet ons over haar grote plan voor het vangen van de boef. Waarvan we nog steeds niet weten wie het is. Maar daar gaan we vandaag echt achter komen. Wordt natuurlijk wel een beetje een andere aflevering dan anders. Door al die showdingen en geheime plannen. Maar ik weet het nu al. Het gaat het kijken zeker waard zijn. Dus, veel plezier. Laten we als eerste maar eens even gaan kijken hoe het met de val gaat. Oké, is alles geregeld? Behalve de val dan? Ja, we hebben al het andere al geregeld. Oké, super. Dan is het nu tijd om het laatste puzzelstukje op zijn plek te leggen. De grote gouden S voor Sinterklaas. Ja, die boef die gaat het val van zijn leven. Laten we het gaan doen. Ja, hou jij de S even vast? Ja. Dan ga ik de Sinter verzamelen. Zorgen jullie dat iedereen op positie is? Oké. Het gaat dus nu echt gebeuren. De zin wordt gehaald. De S die staat op zijn plaats. Spannend! Jongens, gewoon even bij elkaar. Hoor bij elkaar. Nou, Fantasiepiet is de Sint aan het halen. En zij kunnen dus elk moment hier zijn. Jullie weten wat jullie moeten doen? Ja! Ja? Oké, dus we gaan ons verstoppen. En als ze hier zijn, dan roepen we met z'n allen verrassing. Oké? Ja! Hallo Sint, bent u klaar om voor te lezen? Natuurlijk, ik heb er heel erg veel zin in. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk? Ach, een paar. Komt u maar mee. Iedereen die zit zich nu te verstoppen. Ik zag al een hele hoop bekende gezichten. Volgens mij zag ik René van het NPC en de Danspieten en de Stuiterpiet. En Orde natuurlijk. Wat zeg je? Oh, hij is er bijna. Snel, schakelen. Inderdaad, een leuk boek om voor te lezen. Ja, hè? Fantasiepiet. Hè? Maar waar is iedereen eigenlijk? Verrassing! Wat doen zij hier? Moet ik voor hun allemaal voorlezen? Nee, we hebben een speciaal feestje georganiseerd voor u. Oh, echt waar? Oh, ik heb er geen woorden voor. Bedankt allemaal. Ja, we hebben zelfs nog een soort verrassing. Ja, we hebben namelijk speciaal voor u een gouden letter S gemaakt. Oh, wat mooi. Ja, de S van Sint en van surprise en van show, want die gaat ook nog komen. Ja, we hebben in het geheim een hele show voor u opgezet. Oh, wat leuk. Ik ben heel benieuwd. Nou, deze leg ik even weg. De S leg ik hier neer. Ik denk dat iedereen het gehoord heeft. Ik ben blij dat ik hier vandaag wel nog de show kan zien. En meer volgens mij. We hebben nog een boef te vangen. Laten we snel verder kijken. Ik neem er een pepernootje bij. Hoogheer publiek, welkom bij de Sint-show. Ik ben Esmeralda Vivaldi van het wereldberoemde circus Vivaldi. De eerste act voor vandaag is de Pietenband. Graag de handjes op elkaar! Bent. Waren ze niet geweldig? Applaus! Tijd voor de volgende act. Luie Piet met zijn ballonnen. Ben je klaar voor Paard Piet? Ja, zeker weten. Kom erop. Weet je het teken nog? Dat was goud, toch? Ja, top. Dat was Luie Piet met zijn ballonnen. Applaus! Handtekeningen zijn na de show verkrijgbaar. Geen probleem.
De volgende act zijn de danspieten. Jullie kunnen lekker meedoen. Zijn we klaar? Paardpiet is al klaar. Mooi. Heb jij de S nog in de gaten gehouden? Ja, de hele tijd. Maar ja, ik was even afgeleid door Lijpiet die zijn hand aan het houden was. Oké. Ik ga voor de zekerheid even. Twee handen maak je groot. We doen het nog een keer. Handen in de lucht, zwaai naar de zin. Spring nu op en neer. Klap in je handen, maak je groot. Pepernoot. Klappen. Springen. Rennen. Zwaaien. Wat een talent. Dat waren de danspieten. Daar gaan we nog heel veel van zien. Nu, rechtstreeks uit het circus. Hij is de hele wereld over gereisd. Maar nu is hij hier. De geweldige Gizmo! Hallo allemaal, ik ben de grote Gizmo en ik ga voor u goochelen. Ik heb vandaag een hele spannende, maar ook heel magische truc voor u. En daarvoor heb ik een vrijwilliger nodig. Fantasiepiet, mag ik u vragen op het podium te komen? Kom maar, niet verlegen zijn. Jij gaat straks in deze kist zitten. Als jij erin zit, dan ga ik jou laten verdwijnen. Maar niet zomaar verdwijnen, ik ga jou ergens anders weer laten verschijnen. Ik ga jou van deze kist naar deze kist transporteren en daarom nodig ik u uit om in deze kist te gaan zitten voor de truc. En om deze truc te laten voltooien, ga ik deze Piet van deze kist naar deze kist transporteren. Volgens mij is het gelukt, beste mensen. We gaan kijken of het gelukt is. En daar is ze! Fantasie Piet! Er maar uit. Applaus voor Fantasie Piet, beste mensen. De S is weg. Jongens, we hebben een probleem. Dit is geen oefening. Verzamelen aan de zijkant van het podium. Wat een geweldenaar was het, hè? Groot applaus voor Gizmo. Nu de laatste act. Olivia en prinses Babette. Kom maar naar voren. Jongens, we hebben een probleem. De S is weg en we hebben geen dief gezien. Wat? Nee, niet de S. Neem alles, maar niet de S. Neem Orlepiet of zo. Hey daar, Olivia. Je bent er. Je hebt wat chocolade opgemaakt. Oh, oeps. Dank je. Chocolade? Als van een chocolademunt? Fantasiepiet, had Olivia een tas bij zich? Ja, een grote. Die had ze daarvoor niet bij zich. Ik wist het. Oké, allemaal in positie. Nou, hallo allemaal. Ik ben Olivia. En ik ben prinses Babette, de ster van de show. Ik ga voor jullie zingen. Nee, doe dat nou niet. Even mijn stem opwarmen. Niet zo snel, jullie twee. Oh jee. Zien jullie dat ik ging zingen? Je hebt je laatste toontje gezongen, je boef. Ik? Zij? Zij? Ik? Jullie allebei. Nou, als je zo gaat doen... Vergeet je tas niet. Oeps, dat is vol. Gestolen spullen. Ik kan het uitleggen. Nou, dat lijkt me een heel goed idee, mevrouw Olivia. Kijk. Ik hou gewoon heel erg van glimmende dingen. En er was geen prijs voor deze show. Dus ik dacht, nou ja, dan verzamel ik toch zelf wat. Oh. Alleen dat wat werd een heleboel. Ja. Ik ben heel erg teleurgesteld. Meneer René, bent u ook nog ergens? Jazeker, Sinterklaas. Ik ben hier. Kunt u mevrouw Olivia, deze diverge, meenemen? Komt voor de bakker. Sorry dat u het feest hebben bedorven. Nee, ik geef maar even mee. Mijn ring is weer terug en alle andere dingen zijn weer terug. En dit houdt ook in dat we met z'n allen de deur uitgaan op pakjesavond. Geweldig! En wat zeg ik dan altijd? Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! DJ, start de muziek! Yeah!
ja. Hij was gewoon die poppenvrouw. Ik vertrouwde die al vanaf het allereerste begin niet, hè. Maar goed, eind goed al goed. Nou, dan ga ik hier maar een beetje opruimen. Hallo. Sorry dat ik zo binnenkom vallen, hoor. Maar we hebben nog een verrassing voor je. Is het echt waar? Ja, een uitnodiging voor het feestje. Ha! Kom gelijk mee, dan hoef je niks te missen. Nou, geweldig. Hoor, Piet, dank je wel. Ik wist wel dat jullie mij niet zouden vergeten. Tuurlijk niet. Jullie allemaal een fijne pakjesavond alvast. Veel plezier, hè, met het leukste feest van het jaar. En wij schakelen gewoon over een feest. Hallo allemaal, hier Sophie voor Lokaal Sinterklaasjournaal. Ik kan zeggen, er zijn hier super veel pieten. Fijne pakjesavond en tot volgend jaar. Doei! Doei!